Dit jaar vond de 40e editie van het wandelevenement de Nacht van Gulpen plaats. Dit jaar werd deze voorafgegaan door de eerste versie van de mini-nacht. Een tocht die om 8 uur startte en bedoeld was voor de jeugd tot 12 jaar. Deze kan qua leeftijd nog niet aan de echte nacht deelnemen. Een tocht ging via Wittem met daar een echte pauze, om daarna via Weileree naar de markt in Gulpen terug te keren. Daar was voor alle deelnemers een echte medaille. Voor de echte nacht kon men nog tot het laatste moment inschrijven. Ook voor de baanleiders een laatste gelegenheid om het materiaal te controleren. Ik heb de lamp kapot. Oh. Is dat de eerste keer dat ze de bezem maken? Nee, dat is al een paar keer, de vierde keer nu. Oh, ja. Je bent eigenlijk een beetje ervaren nou, bezem maken. Wat kun je zo gekke dingen tegen in de nacht? Of, Leuke dingen, voornamelijk leuke ja, dingen. Ja, ja. Ja, ja. Mensen die het echt niet meer geit. Alsjeblieft. Mensen die het echt niet meer geit dan. Die nemen van de auto mee. Ja, ja. Ja, ja. Wanneer we zitten vooruitzichten van vannacht? Bedoel ze qua weer? Qua weer, ja. De verwachtingen zijn groot. De regen is gestopt en het zou nog zonniger weer morgen vroeg. Zo. Dus we hopen dat het zo blijft. Ja. Wie ziet het parcours zo? Het hebt een stuk erbij, hoe ze zei vannacht, dat werd modder. We hebben twee stukken omgelacht, dat is in elke rade. Dat is een pad, dat is onbegaanbaar. En de doorsteek in Rimmerstok, de landweg, de molenweg, hebben we ook goed gehaald. Oh, en dat hebben we omgelacht. Ja, ja, gewoon het voorzorg alleen al. Nee, het voorzorg verzint er vanmorgen nog geweest om de route te bekijken. Ja. En dat was zo slecht, dat kan ze de wandelaar zeg naar afsturen. Het startschot werd dit jaar gelost door Theo Lehey, die na jarenlang als voorzitter van de organisatie gefunctioneerd te hebben, nu de verzorging van de wandelaars op zich nam. Nee, ik wou het aan Bibi. Ik bloos alles om. Wandelaars, een behouden tocht! Met duizenden mening. Die nacht die is toch zo apart. Verblieven op de been. Nee, nooit met ons is dit gewest. Nee, ik heb niet dat gewest. Want iedereen is dit gewest. Zit er al in zomer. Ook de wandelaars van de nacht liepen de eerste lus via Wittem naar Weileree en kwamen op de markt in Gulpen terug voor de eerste verzorgingspost. Hoe is dat nu? Neem je goede banen leiden met broodjes smeren? Broodjes smeren, ja, dat is voor de gezondheid van de wandelaar. Hè. Ja. Dat is zeer voornaam. Hè. Ja, ja, ja. Toch meestal nog voornamer als voorzitter zijn. Hè. Dat ja. Is, hoeveel verschillende dingen heb je gemaakt voor je? Vandaag hebben we krentenbollen. We hebben broodjes met servelaatwoord en broodjes met kiet. Oh, lekker. Ja, ja dit is allemaal, ik heb ze zelf geproefd. Goed zo. Dus ik moet zeker weten dat de wandelaar goed product kreeg. Ja, okay. Niet omdat ik krank werd onderweg. Nee, dat moet je niet hebben. Ja. Hè? Nee. Als we er hier zo mogen gaan. Ja, dat is ook. Dat heb je allemaal.
Morgens kwam de hele meute terug bij het Sofianum in Gulpen voor een laatste rustpauze. Daarna konden zij starten om in hun eigen tempo de laatste 10 kilometer af te leggen. Hoe moet je gegaan vandaag? Ja Jan, het is de eerste keer dat ik een martelgang kwam. Ja. En hoe is het gegaan? Niet leuk. Nee? Nee, maar we zijn binnen wel. Nog even. Goed zo. Goed gegaan vandaag? Ja, heerlijk. Goed zo. Op een beetje regen hoor, is het goed gegaan. Ja. En nu de laatste lus? Die laatste lus? Oh, lopen ze op de sloepen eigenlijk, hè? Sommigen wel, anderen niet. Ja, anderen niet, hè. Anderen niet. En wie is het tegen van de eerste keer? Als, Spannend, maar wel een hele goede opluchting. Ja. Dat het zo goed gegaan is. Ja. De minidag is goed gegaan, de nacht op zich, de Neuburgtocht. Ja. Dus ja, een geweldige debuut. Hoe is het gegaan vandaag? Morgen is het gegaan. Ik heb net de nacht metgelopen, jong. Vanmorgen ben ik metgegaan. Ben je vanmorgen extra metgegaan? Extra vanmorgen vroeg opgestaan. Oh, voor die anderen te steunen? Ja. En dan nog een te lopen. Nou. En dan alleen gaan steunen. Ja. En dan is de laatste 10 kilometer loopt natuurlijk al mee. Ja, is goed gegaan tot nu toe. Oh, prima. Een eindje. Dus de laatste 10 moeten ook goed. Die moeten ook goed gaan. Hoeveel keer was dit nu toch? De 33e keer. Oh. En wie denkt wel ze nog? Zolang het er nog heet, Jan. Ja. Wil de visie nog vol maken. Goed zo, hé. Dus ja, leuk het toch weer geweest vandaag. Ja. Geen regen gehad, een klein beetje regen, motregen gehad. Ja, oké. Okay. Verder schitterend. Prima. Schitterend toch gehad. Ja. Hey. En nu op naar de laatste 10, hè. Ja. Twee wandelaars deden voor de 40ste keer mee aan de nacht. En Jan, wie ging het de 40ste keer? Geweldig. Ja? Ja. Prachtig weer, dat hebben ze zelf besteld, hè, denk ik. Ja. Wow, de wandel wordt heerlijk. Ja, hè. Dank je. Ja. En nu op naar de 50? Ja, als God wil, hè. Ja. Dat hebben we gezond leven. Ook was er natuurlijk aandacht voor de laatste wandelaars, die vergezeld van een escorte van Motard de laatste meters naar de finish aflegden. Het is gewoon een magnifieke nacht geweest. Ja. En ik zeg altijd, de ontlading is pas op het moment dat de allerlaatste wandelaar binnen is. En ja. Dat is het nu. En dat is gebeurd. En dat is gebeurd. Ja. En ja. Voor de rest moet ik voor mezelf nog even gaan laten betekenen wat de toekomst gaat brengen. Ja, qua organisatie, dat is wel een fantastische nacht. Ja, heel fantastisch. En het was een zwaar nacht, maar ook heel goed hebben ze gelopen allemaal. Ja. Super.